Oké, daar gaan we weer met Ovidius boek 3, Narcissus. Narcissus voelt zijn krachten afnemen. Ze hebben in een soort van voorgaande monoloog eigenlijk tegen zichzelf een beetje gelezen. Hij voelt dat hij helemaal slap wordt. Weet je wel, hij sliep niet en hij at niet. Hè? Dat was de reden daarvoor. Nu keert hij weer terug naar zijn spiegelbeeld. En komt er een laatste jammerklacht eigenlijk. Dixit dat faciam rediet males sanus eandem et lacrimis turbavet aquas obscura quomoto redita forma lacust. Lacust, inderdaad. Afhaeris is van de E, daar. Ook wel Elysie genoemd. Dixit, ja, hij zei, oftewel beter gezegd, zo sprak hij. Zo eindigen wij meestal een speech in het Latijn, zeg je gewoon Dixit. Zo sprak hij. En hij rediet, hij keerde terug van redieren, perfectum, ad faciem naar het gezicht, eandem. Met een hyperbaton hoort dit er toch wel van bij. Accusatief van idem in het vrouwelijk. Dus naar hetzelfde gezicht, male sanus. Letterlijk is dat zoiets als slecht gezoend. Male betekent op een slechte wijze. Dat is een bijwoord van malus, slecht. Op een slechte manier, ook wel zou je kunnen zeggen. Non sanus, niet gezond of zoiets dergelijks. Dus slecht bij zinnen, als het ware, zou je kunnen zeggen. En hij toerbavert, hij woelde door elkaar. Toerbaren, dat is een turbo is een woord voor een wervelwind. Hier is dan een werveling in het water. Hij woelde door elkaar de aqua's, de wateren, denk ik poëtische meervoud zou je kunnen zeggen. Maar het voelt wel een soort meervoud ook wel. Want het zijn verschillende delen van het water die door elkaar gewoeld worden hier zo. En dat deed hij lacrimis. Niet met zijn handen, nee, met zijn tranen. Ablatief is hier zo. En dan het onderwerp, forma en de gestalte, oftewel van zijn spiegelbeeld, is obscura, duister, donker, niet goed zichtbaar in ieder geval, reddita, reddere, betekent normaal gesproken iets als teruggeven, maar in sommige contexten kan het ook wel maken betekenen. Dus als je iets donker maakt, dan kan je het obscurum redderen. Dat is wat hier bedoeld is. Dus het is PPP betekent dan dus gemaakt. Dus en het, de gestalte is duister, donker, ongoed, niet goed zichtbaar gemaakt. Hoezo dan? Laku moto. Laku is het meer, natuurlijk. Ik kan ook eventueel denken dat het gewoon het beeld is voor, of een metonymie is voor het water, voor mijn part. Dat komt heel vaak voor. En moto is PPP van moveren, dus bewogen, hè? Dus door het bewogen water. Kan je misschien zeggen, nou dan is dit dominant gebruikt. Kan je zeggen, nou door het bewegen van het water, of zoiets dergelijks. Maar je kunt ook zeggen, ja het is natuurlijk wel in de ablatieve zin, misschien is het gewoon een ablatieve absolutus. Kijk, voor de Romeinen maakt het allemaal niet zoveel uit, die begrijpen wat je bedoelt. Je zegt moto lacu. Wij willen dan graag een stempeltje erop plakken. Hoe zeggen wij dat in het Nederlands dan? Nou, dat kan je ook zeggen natuurlijk, doordat het water bewogen was. Of toen het water bewogen was, dus dergelijks. Dat kan natuurlijk allemaal. Qua paar stijldingetjes, dames en heren. Eerst even opletten op het metrum. Dik zit het ad faciem rediit males sanus eandum. Heel veel korte lettergrepen. Dus het is allemaal dactyli. Dat noem je kort, kort, lang, hè? Lang, kort, sorry. Een dactylus. Er zijn geen enkele spondee hier, behalve natuurlijk aan het einde. Dus veel korte klanken. In het metrum, ja, betekent dat nog wat? Dat is de grote vraag. Misschien dat het een beetje zijn onrust, hè, dat die males sanus niet goed bij zinnen, heel erg ontsteld als het ware was. Misschien dat dat nog een beetje dat illustreert, die onrust in dat vers. Maar zou kunnen. Eandem staat met expres achteraan met het hyperbaton om een beetje aandacht aan te geven, zou ik denken. Verder is het een polysyndeton, hè, dus hier een aantal verschillende zinnen die aan elkaar vastgeplakt met verbindingswoordjes. Et en que. Dus er gebeurt veel, zou ik eens kunnen zeggen. Dat zou je ook kunnen zeggen dat er eigenlijk weer een beetje snel wat tijd verloopt hier, hè, op die manier. En er is een ander moment natuurlijk, want zin loopt gewoon door over het vers einde. Dat betekent verder niet zoveel, maar toch. De volgorde hier is wel opvallend hoor. Obscura que moto reddita forma lacu est. Dus dat hoort bij dat, ingewikkeld. Die volgorde die
is een beetje gehusseld en dat past weer bij de inhoud, hè, met het husselen van het water, waardoor je niet meer goed kan zien. Quam cum vides et abire, quo refuges me remane nec me crudeles amantem desere clamavet. Toen hij die had gezien weg te gaan, had zien weggaan, zo zouden wij het zeggen, toen hij die had zien weggaan, clamavet, riep hij, waarheen vlucht je weg? Blijf hier en laat mij, jij vredaard, jij vrede, maar je minnaar, mij, je minnaar, niet in de steek. Hoe zit het in elkaar? Quam is een relatieve aansluiting, dat is een betrekkelijke voornaamwoord na een punt. Dat vertuigen we met een aanwijzend voornaamwoord, omdat ze met een betrekkelijk voornaamwoord. Dus deze of die of dit of dat. In ieder geval gaat het over de forma, over die gestalte, dus die. En cum met videsset, conjunctivus, komt gewoon door cum. Dan kan het cum meer betekenen dan alleen maar toen. Kan ook wel omdat of hoewel zijn. Dus hier misschien zoiets als omdat. Hij kan ook toen of omdat hij die gestalte dus had zien. Had gezien, zeggen wij. Maar je kunt met zo'n werkwoord erachter kun je gewoon beter vertalen met had zien weggaan. Dat werkt blijkbaar in het Nederlands zo. Klaar maar, riep hij uit. Dat blijft hier allemaal imperatief. Het is imperatief natuurlijk. Nek betekent en niet. En niet desere. Desere betekent van desere. Desere betekent in de steek laten. En laat niet in de steek. Mij je geliefde. Amantem is natuurlijk een PPA van amare. Liefhebben. Dus de liefhebbende. Degene die jou lief heeft. Maar je ook als zelfs een naamwoord vertalen. De je geliefde in de steek. Crudelis. Vrede. Is een vocatieve. Dus spreekt hij aan. Hij spreekt zijn eigen spiegelbeeld aan met vrede. Anjamament is hier wel echt betekenisvol. Want door het anjamament komt dat woordje DCD soort van in zijn eentje op het begin van de nieuwe regel te staan. En ik krijg het daardoor extra nadruk. Wat moet je niet doen? Blijf hier en niet mij, jij vrede, je minnaar, laat in de steek. Dat kan me dan ontkennen natuurlijk. Dat krijgt daardoor extra aandacht. Ik ga nog even verder. Even kijken tot waar. Niet zo veel. Tot hier denk ik. Liceat quod tangere non est ad spicere et misero praebere alimente furori. Zijn wens die je nu uit. Liceat, laat het mogelijk zijn, laat het toegestaan zijn, beter, om dat wat niet mogelijk is aan te raken, of dat wat niet aan te raken is, te bekijken en om voedsel te geven, te bieden, praebere, aan mijn ongelukkige waanzin, furori. Of verlangen, of liefde, of liefdespassie, of zoiets dergelijks. Nou, even, dus hoe zit het in elkaar, dames en heren? Dit is een kontje van aansporing, van liket, hè, het is toegestaan, het is mogelijk. Dus laat het toegestaan zijn. Dat wat, relatief met de ingesloten antecedent. Est met een infinitieve erbij betekent dat je zei, het is te, puntje, puntje. Het is te doen, het is aan te raken in dit geval. Tang is aanraken. Oftewel, het is mogelijk aan te raken. Dat is wat dat combinatie altijd betekent. Dit is misero, hoort bij furori, dat is datief. En dit is natuurlijk een metafoor. Hè? Hoe kan je nou voeding geven aan je eigen waanzin? Dat is beeldspraak. Wat bedoelt hij daarmee? Hij wil natuurlijk zijn waanzin in stand houden. Zijn waanzin is hier natuurlijk zijn verliefdheid, maar zijn verliefdheid is een beetje waanzinnig hier, want hij is verliefd op zichzelf, op zijn spiegelbeeld. Dus dat is een soort waanzin. Maar dat zit je nou ook in, natuurlijk. Dat weet hij ook wel. Maar hij wil hem in de stand houden, want hij is er bijna verslaafd aan, als je kunt zeggen. Hij wil die niet, zijn verliefdheid en zijn geliefde wil niet opgeven. Dus die wil die laten leven, wil die laten blijven bestaan. Dus moet je als het ware voedsel aangeven. Wat is het voedsel voor die waanzin? Dat is het zien van je geliefde. Zo zou je het ook kunnen zien. Dus dat is metaforisch bedoeld, uiteraard. Deze hyperbaton die zorgt ervoor dat furori aan het eind komt te staan. Dat is natuurlijk het opvallendste woord van de hele zin. Dat is een heel sterk woord. Dat betekent echt waanzinnigheid, letterlijk op die manier. Dat je dat achteraan zet, dan is dat een soort van verrassing van wat voedsel geven aan de ongelukkige. Wat? Aan de waanzin? Oh mijn god, wat zegt hij nou weer? Weet je, dat idee krijg ik er inderdaad van. Het is mooi om te lezen. Goed, genoeg gekletst. Volgende filmpje gaan we weer verder om te zien wat hij nou gaat doen. Want hij is klaar met praten eindelijk. Tot volgende filmpje.